bij een gloednieuwe vlog van Cum Laude Lunchcafé. Oké, eigenlijk moeten we even naar buiten lopen en onze straf laten zien. Klopt. Oké, Luc, we lopen nu even naar buiten. Klopt. En we laten even ons mooie terras zien. Ja, dit is ons splinternieuwe terras. Met 2 tafels, 4 banken en daar nog 3 stoelen, 2 tafels. En hier nog 1 bank, 2 stoelen, 1 tafel. En dat is wel zo'n beetje. Oké. En wat doe jij zoal op een dag bij Cum Laude? Zo'n dag op een dag bij Cum Laude is wat ik vooral doe is de vloer grondig schoonmaken, alle meubels, de tafel aan de kant halen, terugzetten. Ja. De afwas doen, catering doen. Wat? Bediening. Oké, okay. En wat vind jij het leukste om te doen bij Cum Laude? Gasten opnemen. Gasten opnemen? De bestelling opnemen. De bestelling opnemen doe ik. Ja. Ja. Oké. Okay. Als jij onze gasten iets zou mogen aanraden, wat zou jij ze dan aanraden? Wat voor broodje of salade? Ik heb verschillende broodjes. Broodje met tonijnsalade, Spanje en Holland. Oké. Okay. En jullie bakken hier ook zelf? Ja. Nou, koekjes bakken jullie zelf af. Taarten, appeltaarten. Appeltaarten. Nou, helemaal goed. Ja. Dat is de nieuwe brug. Komt precies op ons terras, hè? Ja, klopt. Nou, Luc. Dan moeten we eigenlijk weer afwassen, hè? Luc en ik vinden afwassen heel leuk. Ja. Om te doen. Klopt. Dus ja. Ja. Het is super lekker weer. Het is super lekker weer vandaag. Ja. Wat hebben we vandaag allemaal gedaan? De catering hebben we vandaag gedaan. Ja. Alles hebben we vandaag gedaan. De bediening qua de bestelling opnemen van de gast hebben we gedaan vandaag. En we zijn nu een beetje lekker aan het chillen en aan het opruimen tegelijk. Ja. Oh, dat een feestje, hè? Ja. Nou, dan gaan we weer aan de gang. Doe ja. De camera weg. Dus, let's go. Doei. Ik ben nu bezig met de afwas, zoals u ziet, die bijna klaar is. En daarna ga ik nog wat chillen en schoonmaken. En dan komen we bij het grote moment van vanavond. Wat gaan we vanavond doen? Vanavond gaan we naar een professionele studio, samen met Iris, mijn begeleidster. En dan gaan we van alles opnemen ook en laten zien. En ik ga er ook van alles inspreken. Heb je daar zin in? Daar heb ik mega veel zin in. Luc, wij gaan vanavond even naar de studio van Kioen. Ja. En dan gaan wij een professionele intro opnemen voor jou. Klopt. Dat is wel heel erg leuk, hè? Ja, klopt. Ik vind het ook heel erg leuk dat ik mag zijn. Sorry? Ik vind het ook heel erg leuk dat ik erbij mag zijn. Ja. Dat ik met je meega. Een hele eer natuurlijk, hè? Tuurlijk. Ja.
En heeft iedereen de video van Jelle B. al gezien? Want daar komen Luc en Elisa ook in voor. Natuurlijk. Dat je zeker weet ook kijken. Ik denk dat Luc hier de link wel onderplakt als ik dit doe. Ja, klopt. Dus dat was sowieso ook al een... Het zijn allemaal leuke dingen deze week, hè? Ja, klopt. Nou, dan vloggen we vanavond weer verder in de studio. Ja. Doei doei. Nou, dan zien we jullie vanavond in de studio. Doei doei. Nou Luc, daar zijn we dan. Ja. Welkom. Ja, welkom. Vertel eens, waar zijn wij? Wij zijn nu op dit moment in de studio van Kioen, die druk achter mij druk bezig is. Met onze video van een werkdag bij Cum Laude op een professionele manier opnieuw her te maken. Met andere muziekronden, een ander geluid, om het op een professionele manier te gaan promoten voor ons bedrijf Cum Laude Lunch Café. Ja. En het komt, de vernieuwde versie, de moderne versie, komt ook op mijn eigen YouTube kanaal. Nou, helemaal leuk. Heb je er zin in? Ik heb er super veel zin in. Ja, ben je een beetje zenuwachtig of valt het mee? Valt inmiddels van mee, ja. Valt inmiddels van mee. In het begin, toen ik binnenkwam hier, toen was het toch wel een beetje spannend. En niet goed weten wat kun je verwachten, maar nu heb ik zoiets van, het is gewoon heel simpel en Ja. Nou, succes! Ja, dankjewel. En dat gaan jullie allemaal zien in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Later! We worden gewoon uitgelachen nu. Echt niet. Ik denk dat zij het net zo spannend vindt als ik. Ja, ik ben zo zenuwachtig. Dat is de werkhoop. Je schrikken dan. Wat is dat geloof? Kijk mooi. Mijn vrouw is daar boven, denk ik. Ja, dat is mooi. Ja, als je nog vast op je plek gaat zitten. Oké, goed. Moet je nog even drukken of dat niet? Dan moet je één koptelefoon pakken. En opzetten. Even rijden doen. Ik denk dat je hem om moet draaien. Ja, nee. Aan de andere kant, hè? Raad eens. Hier kunt u een lekker bakje koffie drinken en genieten van een stukje appeltaart. Klinkt stom, hè? Ja. Heel raar. Hoezo? Hoor je jezelf, Luc? Ja. Je kunt ook een koptelefoon pakken als je wil. Die? Ja. Nou, als je het filmpje ziet, als we hem afspelen, kun je er dan bij praten, denk je? Is goed. Eerst even een keer oefenen. Er zit geen geluid bij hoor, dat komt er later bij. Is goed. Dan mag je wel ietsje dichter bij de microfoon. Ja. En dan eigenlijk met heel weinig geluid maken. Ja, want je hoort alles. Ja.
Come in. We're open. Hier kunt u genieten van een heerlijk bakje koffie of een heerlijk stukje zelfgemaakte huisgemaakte appeltaart met slagroom. Welkom bij Cum Laude Snake. Wat u kunt verwachten. Zoals u ziet zijn we hier bezig met de catering. Ja, en moet je gewoon, als je wat ziet, dan moet je gewoon wat drinken eigenlijk. Oké. Gewoon proberen, en anders halen we dat gewoon weg. Mm-hmm. Nou, probeer maar gewoon wat te zeggen. Oké. Nou, hier heb je meestal een liedje, toch? Klopt. Een werkdag bij Cum Laude. Come in, we're open. Hier kunt u genieten van een heerlijk bakje koffie met huisgemaakte appeltaart en slagroom. Wat hebben we nog meer? Welkom bij Cum Laude Snake. Wat kunt u verwachten? Catering van Cum Laude die we rondbrengen. Zoals u ziet zijn we hier met de cateringbroodjes bezig. Zoals u kunt zien hier doet Elise dit heel precies omdat het ook heel precies moet. Ondertussen is Robert bezig met de bodem klaar te maken en de randen te maken. Hier ziet u dat de randen heel precies en de bovenkant ook heel precies worden afgesneden. Dat is nodig zodat het er extra mooi en netjes uitziet. En nu brengt mijn collega Elisa de appeltaart die net gemaakt is vlak voordat hij de oven gaat. En nu gaat hij de oven in, zoals u kunt zien. Toppertje Elisa. Like, even de juiste temperatuur zetten, doet Robert. En dan wachten. Heerlijk ziet het eruit, hè? Om van te smullen. Be proud of who you are and everyone is perfect in their own way. Cum Laude Lunch Café, ontbijt, lunch en catering. We hope to see you at the next time at Cum Laude. Thank you for watching. Hier ziet u dat mijn collega Robert de appeltaart die we zelf maken bij Cum Laude aan het voorbereiden is. Echo. Oké. Oké. Nou, hier heb je meestal een liedje, toch? Klopt. Een werkdag bij Cum Laude. Wauw. Nou, Luc, wat hebben we net gedaan? Wat we net hebben gedaan is een geluidsopname hebben gemaakt voor de video van een werkdag bij Cum Laude. En hoe vond je dat om te doen? Dat vond ik best wel spannend op zich. En Iris geloof ik ook wel. Ik vond het ook spannend voor jou, ja. Ik was ook een beetje, ja. Het was heel spannend, maar het is heel goed gegaan. Ja, het is hartstikke goed gegaan, vind ik. Ja. Dus. Ja. Dat was het, hè? Nou, het was dat nog niet tot nu toe, hoor. We zijn nog bezig. Ja, we zijn nog bezig. Maar er komt heel wat bij kijken. Sowieso. Dus als je zoiets hebt van... het is allemaal makkelijk en je doet snel. Nee, zo is het absoluut niet. Er komt echt heel veel bij kijken. En je moet er heel veel geduld en tijd in stoppen. Wil je het voor elkaar krijgen. Ja. Want inmiddels... op dit moment nu... zit ik op 98 YouTube subscribers... Dus echt thumbs up en don't forget to subscribe down below. Abonneer je beneden. En natuurlijk, vergeet ook geen reactie of een comment achter te laten. Don't forget to give a reaction or a comment here down below. En ja. That's it for now. Het eindresultaat, dat krijgen ze allemaal wel te zien, denk ik, hè? Ja, klopt. Het eindresultaat krijgen we nog wel te zien, ja. Nou, het was dan een hele vlog over onze dag samen, Luc. Ja, klopt. Op het werk en hier. Ja, klopt. Ja. Nou, het was letterlijk niet echt een hele dag, maar het was meer gewoon een middagje. Dus, ja. En een hele avond. Dus ja, eigenlijk kun je het bijna wel een hele dag noemen in principe. Ja, in principe wel. Ondanks dat, nou eigenlijk is dat het wel bijna, ja. Ja, ja. Eigenlijk is het nog meer gewoon een hele dag, ja. Ja, want we hebben tijdens dat die gasten er waren en de catering hebben we niet kunnen filmen, omdat, ja, dat was een beetje druk volgens mij. Gewoon een beetje druk. Maar het schoot er een beetje bij in. Dat kunnen we nog wel even doen.
Maar dat kunnen we inderdaad morgen nog wel doen. Dus er komen nog meer video's aan.